aanvragen voor financiële bijstand aan mensen die minder verdienen of hun inkomen hebben verloren vanwege COVID-19 worden gecontroleerd. Dit zei Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken, vandaag in het ADV-programma COVID-19 Update. Volgens haar moeten de mensen die binnen deze groep vallen bewijzen dat zij daadwerkelijk een verminderd inkomen hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook moeten zij volgens haar hun uitgavenplaatje kunnen overleggen. Salmo benadrukt dat er geen sprake is van registratie en direct geld ontvangen. Als je zegt van je hebt ontslag gehad, kom met je ontslagbriefje. Want zo niet moet je wel aangeven waar je hebt gewerkt, zodat wij dan contact kunnen opnemen met een bepaalde instantie of met het bedrijf. Zodat we dat ook kunnen controleren als mevrouw Sandra daar daadwerkelijk heeft gewerkt. Dus het is niet zo dat ik ben met ontslag gestuurd of... Het bedrijf is dicht, dat ik meteen na een paar uren dat dus geld dat is echt een illusie dat men denkt, oké, ik ga naar de Gongreepstaat, ik registreer me en ik krijg gelijk mijn geld. Nee, er is ook een stukje screening. Maar niet omdat je daar komt, dat je alles al krijgt. Nee, dus dat gevoel proberen we ook weg te werken en er steeds erop te stressen dat je met je bewijsmateriaal moet komen. Maar hoe lang duurt die screening? De screening hangt er vanaf. Als je met alles komt, kunnen we dezelfde dag al aangeven. Zo niet wordt er gevraagd om additionele informatie te brengen. Dus maximaal 3-4 dagen moet dat rond zijn. Wordt er een afspraak gemaakt dat je kunt gaan ontvangen. Verder haalde Salmo aan dat de overheid de extra 525 SRD aan AOV voor de seniorenburgers niet is vergeten. De reguliere AOV over de maand mei is reeds gestort. Echter moesten volgens de directeur nog een paar zaken in orde gemaakt worden voor de extra 525 SRD. Wat er is, je hebt altijd regulier. Regulier en extra. Wat wij alvast hebben gedaan is regulier omdat dat al verwerkt is geworden. En nu wordt geprocessed dat extra omdat we natuurlijk... zijn belastingcentjes en alles moet verantwoord worden. Ja. Dus dat gedeelte is regulier, dat is dan afgehandeld. Nu zijn we bezig met extra en dan is het ministerie van Financiën aan zet. Het wordt overgemaakt en de opa's en oma's onder ons krijgen natuurlijk hun centjes. Wanneer? Vandaag? We hopen voor vandaag. Bijna groen licht gehad, maar we hopen vandaag dat het helemaal final is. Ja toch, want dat is het doel van dit programma toch? We moeten de mensen update geven. Ja. Dus seniorenburgers, gaat u vandaag kijken. Angela Salmo, directeur sociale zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.